Ik neem u even mee naar het jaar 1946, want hoe ligt Nederland er dan bij? Nou, de Tweede Wereldoorlog is net achter de rug en Nederland zit midden in de wederopbouw. Koningin Wilhelmina is teruggevlogen uit Londen, oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy is afgetreden. En voor het eerst in Nederland vinden er weer de vrije verkiezingen plaats. En daar komt een nieuw kabinet uit voor, bestaande uit de Katholieke Volkspartij en de pas opgerichte PvdA. En dat nieuwe kabinet wordt aangevoerd door premier Louis Beel. Maar het kabinet komt er al vrij snel achter dat de tijden zijn veranderd. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog is onze kolonie Nederlands-Indië bezet door de Japanners. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen de Japanners verdreven. De atoombom op Hiroshima is wel bekend. En dan, als de Amerikanen zijn vertrokken, ziet de revolutionaire leider Sukarno de weg vrij om de strijd aan te gaan voor een onafhankelijk Indonesië. Maar een onafhankelijk Indonesië, dat zien wij in Nederland helemaal niet zitten. Het liefst laten we alles bij het oude. Maar daar denken de Amerikanen toch net even iets anders over. Want na de Tweede Wereldoorlog krijgt Nederland financiële steun, de Marshallhulp, van de Amerikanen. En die zeggen ja, wij willen jullie als Nederland best financieel ondersteunen, maar dan gaan jullie ook onderhandelen met Sukarno. Die onderhandelingen die vinden plaats in een klein bergdorpje Linggajati in Indonesië. En daar staat een grote villa met binnen een lange tafel waar aan de ene kant 4 Nederlandse vertegenwoordigers zitten en aan de andere kant Sukarno en de zijnen. En die onderhandelingen die gaan stroperig. Het duurt lang, maar dan toch. Op 15 november 1946 vindt er een doorbraak plaats waarin Indonesië de eerste stappen zet naar de onafhankelijkheid. 15 november 1946, daar start onze voorstelling De Staatsgreep.